What's up mensen, welkom bij Wodka Boys en welkom bij een nieuwe recensie. Dit keer behandelen we het merk Heavy Water, ook wel zwaar water. Ja, dit is eigenlijk een merk, naam eigenlijk, want het is een beetje bijzonder natuurlijk. Je kent zijn oorsprong in de Tweede Wereldoorlog en het heeft met Noorwegen te maken. Ik heb er een uitgebreide stuk over geschreven, kan je gewoon checken op onze website. Nou ja, in ieder geval de eigenaren zijn ook Noors, dus dat is eigenlijk al een beetje de connectie. Maar de ingrediënten in deze vodka komen uit Zweden. Er wordt namelijk Zweeds wintertarwe gebruikt. En daarnaast ook water uit een Zweedse bron, uit een eeuwenoude bron. Het water wordt eigenlijk ook nog eens gefilterd. En 40% maar van het water wordt gebruikt om de vodka te maken. En het schijnt ook nog via een heel speciaal proces gedaan te worden. Ja, dan heb je ook zwaar water. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. Maar het glaswerk komt dan ook nog eens uit Frankrijk. En de staaf die je hier kan zien in de fles, komt uit Italië. En toen noemen ze het eigenlijk een beluchter, noem je dat. En normaal liter wordt het vooral bij wijn gebruikt. Maar ja, Heavy Water is zo bijzonder dat zij het ook gewoon gebruiken bij hun wodka. Het grappige is eigenlijk dat de wodka hebben we gekocht voor 19 euro bij de Galagal. Dat was in de aanbieding. En is hij eigenlijk bij de gang gewoon een stuk goedkoper. Omdat ik het online al meerdere malen gezien. En daar de prijzen starten zowel in Nederland als in het buitenland. En meestal al bij de 30 euro. En dat was een stuk meer. Dus ik dacht, even toeslaan. Moeten we gewoon kopen. Het heeft meerdere awards gewonnen. En ook behalve voor de vodka zelf, ook voor de fles. Voor het design. Want wel bijzonder, anders. Het ziet wel heel anders. Ook vooral die beluchter. Ja. Het ziet er stoer, mannelijk, krachtig. Ja. Ja, in ieder geval, nu gaan we gewoon naar de wodka. Uit een broer, man. Ja, man. Gaan we eerst ruiken? Yes. Ja. Je ruikt wel een beetje alcoholgeur, maar mild. Maar het is wel lichtjes. Subtiel. Zacht, ja. Proost. Proost. Nou, het heeft wel iets mannelijks, ook als je hem drinkt. Dus, het heeft ook echt een eigen smaak. Ja. Het heeft wel, gewoon, de alcoholsmaak is nog een beetje aanwezig. Ja, zeker. Ik vind het niet zo heel storend, zelf. Nee, het is niet storend, maar het is, ik vind het een beetje anijsdropachtig iets hebben. Dat wel, ja. Het is een hele aparte nasmaak die, Het is wel erg duidelijk aanwezig, dus dat proef je en het is wennen, dat had ik niet verwacht. Heb ook niet erg eerder meegemaakt, maar het is gewoon anders, het is gewoon echt iets anders dan iets wennen weer. Wat ik ook vind is dat het op de een of andere manier nog een beetje romig is, het is een beetje dik. Maar in het begin heb ik wel het gevoel dat het juist niet zo dik is, dat het meer gewoon een stuk wateriger is. En later op het einde is het wat dikker inderdaad. Je weet echt niet hoe ze dat van elkaar Nee, dat is, het is weer een andere ervaring. Ja. Het is een goede vodka, maar niet super smooth. Ja, maar ik vind dat niet zo erg, zelf. Nee, in dit geval is het niet erg, nee. Dit is wel een lekkere vodka kick, maar... wat moet ik eigenlijk van zeggen? Ik had iets anders verwacht eigenlijk. Maar het is wel een lekkere, unieke vodka. Ja. Ik vind het echt veel meer een mannenkarakter hebben. Dus deze is echt meer voor mannen, denk ik. Ja. Vrouwen, ik denk dat in ieder geval voor personen die een zachtere vodka willen veel smoother willen hebben, die kunnen beter voor een andere vodka kiezen. En het heeft ook een beetje dropachtige, niet echt pittig, maar dropachtig, anijsachtig. Je moet ervan houden. En als je ervan houdt, check deze vodka, maar check ook andere vodka's op onze website. En we zien je volgende keer weer terug. Yes, ciao. Yo.